Een lange rij reizigers waarvan de meeste noodgedwongen eerder terugkeren naar huis. Dit was het beeld op 28 maart 2020 op de Adolf Pengel International Airport van Suriname. De voorlopig laatst geplande KLM-vlucht voordat het luchtruim in Suriname zal sluiten in verband met het nieuwe coronavirus COVID-19. Het vliegveld van Sanderij zal dan alleen nog geopend zijn voor urgente en medisch gerelateerde vluchten en voor vrachtverkeer. Een bijna volle kist met als bestemming Amsterdam Schiphol. Deze vlucht zal niet alleen in verband met COVID-19 de geschiedenis ingaan, maar ook vanwege het feit dat om die reden dit type vervroegd met pensioen gaat. Ondanks alle hectiek rondom COVID-19 verliep de vlucht rustig en landde het toestel op 29 maart 2020 om 8.36 uur Nederlandse tijd op Schiphol. We nemen afscheid van de Boeing 747, oftewel de Queen of the Skies. De luchthaven was min of meer uitgestorven, een situatie die je nooit eerder zou aantreffen.